misschien zijn de vrouwen hier aantrekkelijker. En waarom hoeven ze dan niet te werken? Dat ze dan een rijke vent heeft. Nergens in Europa wordt zo weinig door jonge vrouwen gewerkt als in Nederland. Ik las het, ja. Hoe kan dat? Ik weet niet, misschien zijn ze een beetje lui. Luiheid. Luiheid? Zijn vrouwen minder ambitieus dan mannen? Lijkt het wel op. Ik weet het niet. Ik denk dat ze misschien wat stressgevoeliger zijn en dan minder snel een baantje nemen. Misschien dat ze zich toch een beetje ondergewaardeerd voelen aan de man. Dus dat ze denken, ik ga maar studeren en voor de rest lekker thuis zitten. Ik weet het niet. Misschien komt het wel omdat ze gedemotiveerd zijn dat we niet evenveel verdienen als mannen. Is het niet zo dat die vrouwen die zeggen last hebben van het glazen plafond gewoon komt omdat ze allemaal in deeltijd werken en niet ambitieus zijn? Ik denk inderdaad wel als je naar 32 uur gaat, dat je niet moet verwachten dat je een geheel team kan leiden. Dus daar ben ik het inderdaad wel mee eens. Ik denk dat ze toch wel echt bezig zijn met meerdere dingen dan werk. Misschien zijn de vrouwen hier aantrekkelijker. En wat betekent dat? Dat ze mooier zijn en veel knapper dan andere vrouwen. En waarom hoeven ze dan niet te werken? Dat ze dan een rijke vent heeft. Kijk, Eotio, is dat niet gewoon de spirit die je moet hebben? Misschien een beetje. Het is wel handig om te hebben. Misschien omdat ze toch wel weten dat als ze eenmaal een man hebben, dat de man over het algemeen ook wel voor geld zorgt. Ja, is dat het gewoon? Ik denk het. Zeg maar gewoon eerlijk, je wil gewoon dat de man gaat werken later. Eigenlijk wel. Lekker afhankelijk zijn van de man. Precies. Ja. Is dat gewoon een beetje het idee? Ja, ik denk het wel. Ja. Zij denken gewoon in de toekomst moet ik kinderen gaan verzorgen. Dus nou ja, dan begin ik bijvoorbeeld allemaal met niet werken. Nee, zeker niet. Maar ik denk wel dat als jij echt naar een CEO of senior manager positie wil, dat je er gewoon fulltime moet zijn voor je team. Ga jij daarin? Ja, denk het wel. U gaat wel voor fulltime? Jawel. Maar waarom gaan zoveel vrouwen kiezen daar dan niet voor? Ja, het is meer de vrije tijd. Meer met vriendinnen zijn. Dus het is een soort luxe probleem en ook nog eens gaan klagen over dat er een glazen plafond is. Ja. Eigenlijk. Beetje hypocriet, of niet? Een beetje wel, ja.